Marla. Hallo. Hallo. Wat wil jij graag horen op de NPO 3FM? Thuis Boontjes met Alleen naar de Kermis. Maar eerst eventjes jou als profiel schetsen, als luisteraar schetsen. In een paar vragen gaan we erachter komen wat je beroep is, hoe oud je bent, waar je woont en of je een gek karaktertrekje hebt. En als we er helemaal naast zitten, draaien we de plaat die we horen. Thijs Boontjes, Alleen naar de Kermis. Is dat een deal? Ja, is goed. Let's go. Ja. Vond je woonplaats? Wij hebben er in ieder geval zin in. Ja, ik heb er zin in, Marla. Even kijken, voor je woonplaats, mag ik van jou de letter R even horen? Maar dan moet je hem even wat langer vasthouden. R. Sorry, nog één keer? R. R. Nou, dat is niet bij mij. Een beetje bij mij in de buurt lijkt het wel. Beetje cross, ja. voor je beroep. Sta je wel eens op een roltrap? Nee. Oké. Okay. Ook even voor je beroep. Ben je aan het eind van de dag heel erg moe als je gewerkt hebt? Nee. Nee? Nee, joh. En voor je leeftijd, weet je wie Freddie Mercury is? Ja. Oké. Okay. Nou. Daar zijn we er toch. Ja, ze mag niet. Niks makkelijker dan dit. Oké, okay, ik denk qua beroep, denk ik... in een modezaak? Nee, ik heb een tussenjaar. En wat zeg je nou? Ik heb een tussenjaar. Oh. Een beetje valstrik, hè, dit? Oké. Okay. Even kijken. Woonplaats. Ik denk dat jij uit Noord-Brabant komt en dan... De rechterkant, Deurne. Schijndel, oh, Deurne. Nee, uit Tilburg. Oh, shit. Verkeerde afslag. Leeftijd, denk ik, 17? Ja. Goed. Wow. Nog één kleine laatste gok. Ben jij zo iemand die in het vliegtuig Nederland wel eens vergelijkt met Madurodam? Ja. Echt? Ja. Ja. Nou ja, dat komt toch ook. Ja, ik hoor gepaste schaamte, dat is goed. Ja. Dat is altijd fijn. Beste Marla. Ja? We gaan het liedje voor je draaien. Dankjewel. Dag. Doei.